Patrick, mag ik jou uitnodigen? Dat mag. Patrick, jullie kennen mij al. Ik zal iets vertellen over de ambitie. Hoe ziet het gebied eruit? En ja. Hoe zien jullie de regierol? Ik zou zeggen, profiteer ervan. Leg nog eventjes neer. De laatste 5 minuten rust. Ga nu in, want nadien wordt het stressen. Hè? Kort eventjes. In 2010 hebben wij in Vlaanderen de eerste golfoverslag proeven uitgevoerd. Jentje van der Meer en co. zijn naar Vlaanderen gekomen. Rijkswaterstaat stelde het gele toestel ter beschikking. En zijn we eigenlijk voor de eerste keer terreinproeven beginnen doen. In 2012 op ons eentje, misschien een tweetje, een proefje nabij Lillo langs de Schelde. Ook een mini-ontpoldering. Al eerste keer samengewerkt met TU Delft eigenlijk en toch al een beetje de grens overheen gekeken. Maar vooral ook in 2015 hebben we dan zowel het gele toestel als de TU Delft en nog andere, vooral Nederlandse partijen, over de vloer gehad, mee samengewerkt. En ja, sindsdien hebben we de smaak te pakken. En nu gaan we het zelf niet, als dit 2 weken duurde en dit ook denk ik 2 weken, maar dit duurde al een maand, gaan we nu er een paar jaar over doen om zowel met Nederland, maar we kijken eigenlijk nog wel verder, ja, van alles te doen. En dus ik ben zeer blij om niet gewoon als een klein keuterboertje verder te moeten doen, maar dat we eigenlijk het groter zien. Hoe ga ik verder met de slide? Anders zal ik dat... Ga jij... Dus zoals ik zeg, ik ben niet meer het kleuterboerke. Ik ga dus na eerst met Nederland wat samen te werken, kijk ik nu naar Europa en verder. Voor zij die het gebied nog niet kenden, dus we zitten op de grens met Vlaanderen en Nederland, dat is deze stiplijn, Vlaanderen, Nederland of België, Nederland. Dit is eigenlijk hoe het er straks zal uitzien. De ringdijk in Vlaanderen is er al. De ringdijk in Nederland heeft even op zich laten wachten, maar dat is allemaal vergeten. En we gaan er nu gewoon voor. Beide. Nu ligt de bal terug bij ons. En ik zou liegen als ik zeg dat sinds dat jullie groen licht hebben gegeven dat wij voluit zijn gegaan. Dat is niet waar. Dan is er nog bij ons politiek inmenging geweest, waardoor het eigenlijk terug wat op de langere baan zat. Maar ondertussen heb ik toch uit goede bron dat dit project van het Sigmaplan na de zomer zal starten, of de aannemer zal starten met werken. Daar houdt ook wel in dat Ludolf en ik pas na de zomer met die aannemer echt concreet kunnen gaan praten en afspraken maken van wat is jouw planning en onze planning en hoe kunnen we die op elkaar afstemmen. Die heeft al natuurlijk van ons gehoord. De beheerder van dit gebied kent ons en die kan dus niet uit de lucht vallen, maar toch, dat is nog een oefening die moet lopen. Ik kan misschien al verklappen, eigenlijk, dat is de toekomstige zone. Hier komt er een bres in een dijk, een grote bres in een dijk en hier een kleine bres. In totaal zijn er 3 bressen. Dat zijn 3 potentiële zones om leuke activiteiten te doen. Wij hebben al wat gekeken naar de dijksamenstelling en deze lange zone ziet er heel uniform uit. Dat maakt dat we vooral ons in de eerste plaats op die zone gaan richten als we appelen met appelen willen blijven vergelijken, waarover vanmiddag meer, en pas in tweede instantie naar die andere zones zullen uitwijken. Nu, sommige proeven of testen kunnen misschien zonder een schade te maken hier doorgaan, wel, dan kunnen we dat ook daar doen, natuurlijk. Qua fasering, het staat daar in een veel mooiere getekende versie. In Vlaanderen houden wij nogal van tabellen en bullets. Dus ik heb het al gezegd, na de zomer starten. Er zijn 3 winters. De winter die er nu aankomt, 2019-20. Dan hopen wij al met infiltratieproeven, overloop- en overslagproeven te starten. De volgende winter hopen wij een eerste reeks van bresvormings- en bresgroeiproeven. Dat onderscheid is niet altijd even duidelijk, maar bresvorming zou je kunnen zeggen hoe ontstaat een opening. Je zou dan ook kunnen stoppen. En dan kan je een andere proef doen. Als je echt kijkt naar hoe snel gaat die opening dan groot worden of groeit die, dan is dat zijn 2 accenten die we proberen te gaan leggen, waarover straks meer. De laatste winter hopen we dan terug overloop- en overslagproeven te doen. Er zit een winter tussen, want we hopen zelf iets te kunnen wijzigen in die periode, misschien de dijk sterker maken of verzwakken, om dan te eindigen met de finale bresproef en dan is het gebied teruggegeven aan de rivier. Doorlopend, en wij nodigen zeker de onderwijsmensen en de studenten uit, wij geloven in de kracht van het getal. Zelf kunnen wij nooit zoveel opnames doen, want dat is onbetaalbaar, maar als die studenten massaal dezelfde oefening doen, dan hebben we eindelijk nog eens statistische gegevens
En tot nader order zijn die toch gratis. Dus daar zijn wij zelf fan van. Wat willen wij doen? Doorlopend. Wij willen beheer blijven doen. Wij willen zaken opvolgen. Wij willen puntsgewijze monitoring. Wij willen natuurlijk leren. En ook wat we geleerd hebben aan jullie vertellen of aan de wereld. En jullie zijn altijd welkom voor een bezoek. Waar het niet dat de huidige keet stuk is. Alleen, want de wind van de voorbije weekends heeft lelijk huis gehouden. Het is echt, ja, ze moet weg. Ze moet weg. Maar we hebben wel, wij zijn nog een jeugdherberg en die moeten wij binnenkort eens checken. Iets helemaal anders. Ik heb toch nog tijd, hè? Ik wou jullie eventjes meevoeren naar de geschiedenis. De Arenbergs, dat is een adellijke familie uit de Lage Landen. In Leuven was er, of loopt er, een mooie tentoonstelling over deze familie. Schatrijk. Dankzij hen kunnen we nu het gebied teruggeven aan de Schelde. Want zij hebben dat ingepolderd. En zij hebben daar heel veel geld aan verdiend. Alle opbrengsten of die gelden gingen naar hen. Je leert dus dat ze invloedrijk waren. Ze hebben in Nederland, Vlaanderen, Duitsland gronden. Het waren blijkbaar vechtjassen, diplomaten, inpolderaars en kunstliefhebbers. Dit is hertog Prosper. Ik voel mij er een beetje mee vereenzelvigd eigenlijk. Ze waren de iets gedrongenere Vlaming. Het was geen keuterboerke, maar ik kan me inbeelden dat deze jongen zich toch zo wat gedroeg. Wie hebben we nog? We hebben Hedwige. Hertogin Hedwige. Dus hertog Prosper leefde begin 19e eeuw. Hedwige eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Was zo wat meer de Paris Hilton van die tijd. Ik heb al gezegd, dat ben ik. Of... Ik laat aan jullie over om te zoeken waar Ludolf is. Nog een klein intermezzo voor wat ik toch wil meegeven. Ken je buren? Ik heb daarnet al tijdens de voorbereiding zei iemand, is dat geen burgerlijke ongehoorzaamheid? En ik zei, voor dit zouden wij in Vlaanderen nog niet echt een woord in de mond nemen. Maar in elk geval, we zijn echt wel verschillend. En als voorbeeld, hoe ik daarnet naar Arnhem kwam, ik reed met de sprinter van Breda naar hier. En die ziet er ongeveer zo uit. Mooi toestel, internet. Heb deze slide kunnen toevoegen tijdens de rit van daar naar hier. Heb die foto kunnen zoeken op internet. In Vlaanderen hebben wij ook een sprinter, maar dat heet Boemel. Een Boemel of een Boemel. Ik moet toegeven, ondertussen zijn er ook al nieuwere versies van, maar deze is voor mijn verhaal beter. Supersonisch, 19e eeuws. Hedwige, Prosper, ik weet niet. Maar in elk geval, wat ik vooral wil zeggen is, die komen natuurlijk even snel aan in Arnhem. Want deze jongen, die heeft mij er wel een uur en half over doen zitten, van Breda naar Arnhem, want die stopt overal. Ja, dat zal ik je straks uitleggen. Was uiteindelijk toch de snelste. En nu weet ik welke dorpen. Ost, Est, List. Zwat. In elk geval, ik wil maar zeggen, er zijn echt wel verschillen in de vorm, in de grootte. Maar ik denk wel dat we samen aan dezelfde snelheid vooruit gaan of kunnen gaan. En dat Ludolf en ik elkaar er wel in vinden. Het is al gezegd geweest, WL en Stoa zitten in de regisseurstoel. Wij zeggen oprecht, wij gaan 100% voor alle kansen. Wij vinden het fantastisch dat jullie mee kansen willen benoemen, geven en zelf ook een kans of energie willen steken om een kans te doen slagen. Wij hopen ook dat Ludolf en ik er geen capsones bij hebben. Wij zijn de regisseurs, wij zullen wel maximaal proberen iedereen een plaats te geven. Wij zijn ook niet zelf de financier voor alles, dus wij hebben ook niet een soort beslissingsbevoegdheid. Die jongen is een betere acteur als die, dus we kiezen. Dat gaan we niet doen. Wij gaan open kaart spelen, transparant, 100% voor kansen gaan. Er zijn verschillende sporen eigenlijk. Daarnet zei Ludolf, wij hebben geld, WL en Stoa heeft geld. Dat is waar. Wij hebben een soort eigen agenda, eigen onderzoeksvragen, eigen focuspuntjes waar wij zelf in investeren. Wij willen samen met Europa extra geld ophalen om andere mensen hun noden en onderzoeksvragen erop los te laten. Er zijn al een aantal 2C en NSR-trajecten opgestart. Straks is er ook nog meer over te vertellen.
We hebben Defensie die zich eigenlijk aanbiedt als zijnde, wij hebben van alles in huis. En je zou versteld staan van wat allemaal. Dan hebben we natuurlijk overheden en kennisinstituten die, ja, als je hier aanwezig bent of bent, wilde eigenlijk al zeggen dat je aan het investeren bent, want ik betaal jullie toch vandaag niet. Onderwijs en opleidingen zijn ook aanwezig, die hebben ook hun eigen financieringsmogelijkheden. En wij nodigen ook iedereen uit, probeer die maximaal aan te spreken. En last but not least, wij staan ook open voor ook een verschil tussen Vlaanderen en Nederland misschien. Dus de MKB is de middelgrote en kleine bedrijven. Bij ons heet dat dan KMO's, kleine en middelgrote ondernemingen. Dus wij zijn eerst klein en dan pas middelgroot. Jullie zijn eerst middelgroot en dan klein. In elk geval, dat zijn verschillende insteken voor mensen die straks iets gaan doen en al dan niet in verschillende koppels of triumviraten zal er te werk gegaan worden. Dat is hetzelfde. Hè? Dus bij deze is denk ik mijn verhaal rond. Zijn er vragen? Mag ik ineens vragen beantwoorden? Ja, zeker. Zullen we een drietal vragen doen? Ik zal mijn micro aan zien. Even een korte vraag, Patrick. Je zei van, na de zomervakantie gaan jullie aan de bak. Gaat de aannemer beginnen, maar wat gaat de aannemer doen? Ik bedoel, hij gaat geen dijken doorprikken, dus voor wat moet allemaal gebeuren? De aannemer, zijn hoofdtaak is het sluiten van de ringdijk. Dus heel de 2-3 kilometer ringdijk op Nederlands grondgebied ligt er nog niet. Dus die gaat hij eerst aanleggen. Vooraleer dat hij dat kan doen, gaat hij grond aanleveren of in het gebied zelf op zoek gaan naar grond. En gaat hij al een deel van de bestaande dijk iets wat verlagen. Maar dat is doorgesproken met Nederland dat dat mocht. We hebben wel een kerende dijk die tijdelijk wordt verlaagd. Maar er is wel een tijdelijke meer rivierwaartse verkorting van de water. Zal ik zeggen. Dus daar is wel over nagedacht, maar die moet eigenlijk heel veel grondwerken doen. En dan verwachten we dat hij dat er 2 jaar voor nodig heeft. Zowel in het gebied, inrichting, als de dijk. Ja. Mag ik die een tweede vraag stellen of iemand anders? Ik zou even iemand anders doen. Ja. Wie heeft er nog een andere mooie vraag? Weet je, ga er vooral zo meteen ook over in gesprek. Hartstikke welkom. Ja. Een volgende vraag. Wie of wie? Misschien mag je toch? Nou, jij mag er nog vraag. Één, hè? Nog één dan, hè? Eigenlijk was de aanvullende vraag. Gaat die aannemer ook, laat ik zeggen, het hele polderen opruimen? Of wat is meer zijn? De lopen wegen en zo? Misschien is de vraag even iets herhalen nog? Dus gaat die aannemer de polder ook opruimen of inrichten? Die moet hij ook opruimen en inrichten. Dus de helft ervan, in Vlaanderen zijn er al een aantal plassen. Die moeten ofwel behouden worden, ofwel toch lichtjes verlicht worden. De wegen die er nog is, moeten weg. De huizen en de bomen worden al weggehaald. Dus dat is dan blijkbaar toch al een andere aannemer in voorbereiding die het gebied aan het opruimen is. Ja. Ik zie wat gebaren die kant op gaan. Ja, Ludolf, die geeft mij eigenlijk het woord om te zeggen van dat we gisteren een vergaderingetje hebben gehad om als Defensie te gaan kijken naar het gebied. Wij zijn voornemens vanuit de vergadering van gisteren om al invulling te geven aan contramobiliteit en mobiliteitszaken. Dus als je gaat praten over infrastructuur en je gaat kijken naar hoe we dat kunnen demoleren, dan hebben wij in ieder geval in onze takenpakket aardig wat zaken die daar van toepassing op zijn. Dan spreken we over het demoleren van gebouwen, binnendringingstechnieken met springstof, met mechanische middelen, maar ook het conditioneren van het terrein. Dus als er iets kapot gemaakt moet worden, moet die vooral bij ons zijn. Dat is in ieder geval één. En als we het dan ook nog moeten opbouwen, en daar hebben we het gisteren met Ludolf ook over gehad, dan hebben we ook nog capaciteiten binnen het bedrijf om allerlei zaken weer op te knappen die we kapot gemaakt hebben. Dat doen jullie gelukkig ook. Dus dat doen we gelukkig ook. Ja. Ik hoop dat jullie hebben ingeschreven. Nog een andere vraag hierachter. Voor, als een van de aannemers, want dan sparen wij toch een hoop geld. Is er nog een microfoon? Anders loop ik wel even naar achteren. Oh, jij loopt dan. Oké. Okay. Helemaal achterin. Misschien kan je even zeggen wie je bent en vervolgens de vraag stellen. Frank den Heijer van Deltares. Ik zag het plaatje en ik zag het tijdschema, Patrick. Met in 2019-2020 kleine bresgroei, initiatiebresgroeiproef en 2020 finale. Dus
tussendoor wordt het gebied nat en weer droog gepompt. Hoe moet ik dat voor me zien? Wel, ik heb al eventjes gesproken over bresvorming en bresgroei. En opnieuw, dat is geen officiële terminologie, maar bresgroei. Dan wil je weten hoe snel wordt de bres 20 meter breed en heb je water nodig. Bij een bresvormingsproef zou je kunnen zeggen, al dan niet een gewenste bresvormingsproef, hoe kan je een bres gecontroleerd op een plaats initiëren en dan wachten bij het volgende hoogwater dat het erdoor loopt en zichzelf groeit. En daar heb je eigenlijk geen water nodig. Dan kan je bij laag water het gat maken, iets demoleren, nieuw werkwoord. En dan doe je het ernaar terug toe, dus dan loopt het niet noodzakelijk helemaal onder. Dat, ja. Laatste vraag, last but not least. Als je hier in Nederland een feestje organiseert, hè, dat, zo zie ik dit toch, of een heel leerzaam feestje, dan moet je de buren informeren. Dus wie zijn de buren van de, het Wiegen en Prosperpolder en zijn ze al betrokken? Dus sowieso het ganse ontpolderingsproject het Wiegen Prosperpolder is een onderdeel van het Sigma-plan. En het Sigma-plan heeft natuurlijk contacten met de provincie, het waterschap, enzovoort. En die hebben allemaal de voorbije jaren de ganse inrichting van dat gebied doorgepraat. In feite, wij met ons feestje, maar het is misschien wel juist dat je het zegt, wij interfereren niet met de Vlaams-Nederlandse afspraken. Hè. Dus wij veranderen niets aan al de doelstellingen, wij veranderen niets aan de timing. Het is wel zo dat op bepaalde weekends, wanneer er misschien normaal niets gebeurt, dat er dan meer volk is, en daar heb je gelijk, dat wij dan mogelijk meer lawaai maken dan dat er als we er niet waren geweest. Wij hebben op dit moment wel via de Vlaamse Waterweg in Vlaanderen contact. En zij doen de contacten naar de provincie en het waterschap. Ja. Is dit een antwoord op jouw vraag? We zijn gaan kijken daar. Ik zal even hard spreken. Je ziet er ongelooflijk veel industrie omheen. Ik denk dat op een of andere manier dat je die wel geïnformeerd houden over wat er gebeurt. Lijkt mij. Ik vind het een ongelooflijke tip. Nee, dat is waar. Maar misschien, ik kan nog wel. Je hebt 100% gelijk dat we dat gaan doen, moeten doen. Op dit moment praten wij nog niet met de aangelanden rechtstreeks. Wij praten sowieso via de beheerders. En voor de beheerders die hebben gezegd, ja, kom straks maar af met wat jullie allemaal zinnen zijn op jullie feestje. Die weten dat wij een feestje plannen. Die hebben al inkijk gekregen in de plannen. Maar wij gaan via hun naar de andere buren straks. En ik zet dat bij de eerstvolgende vergadering expliciet op de agenda. Ja. Je geeft dat even aan, dat is super relevant hè, om te doen, ja. De buren goed te betrekken. Even aanvullend, er is ook een samenwerking tussen de gemeente Beveren, Orde Grote Driehoek, en de provincie Zeeland. En die hebben daar ergens 150, dat noemen ze stakeholders, dus niet stakeholders, maar stakeholders. Dus het zijn 150 mensen die daar... En wat ze dus doen ook, is er zitten drie belangen, een havenbelang, een natuurbelang en een compensatie en een recreatiebelang, zeg maar. En wat zij doen is, ze zijn ook bijvoorbeeld met de landbouwers in dat gebied bezig. Dus achter die, in het dorpje Prosper, gaan een paar boeren gaan voor Sergio Hermans, dat is zo'n vrij bekende sterrenboy in Antwerpen en Katzand, zeg maar. Gaan ze de speciale zoutetende koeien of zoutgrasetende koeien en een speciaal huppeldepup gewasje doen. Dus wat ze willen doen is de regio betrekken met dus de omgeving. Hè, want het is in feite aan beide kanten is het een relatief uithoek. Het is niet het meest welvarende deel. Hè, terwijl maar het ligt 6 kilometer van het centrum van Antwerpen af. Dus ze willen allemaal dingen doen. Hè. De Antwerpen heeft een klein verkeerscongestie. Dus ze hebben een soort watertaxi. En wat ze willen doen, die willen ze dan 2 haltes verder laten doen. Dat ze dus gewoon, dan ben je meer 5 kilometer van het centrum, stappen op je fietsje, ga je daar wat rondfietsen of lopen. En op die manier willen ze dus verschillende verbindingen maken vanuit verschillende belangen naar die regio. Maar niet massatoerisme, maar ze willen richten, er komen ook, weet je, die populieren worden gesloopt. En dan gaan ze daar hoogwaardige ecolodges van maken. En dan zijn er maar 4 van, weet je wel, dan moet je dan een jaar van tevoren reserveren. Maar ze zijn wel heel bewust bezig om op een bepaalde manier de regio actief erbij te betrekken. En die jeugdherberg, hè, waar Patrick het dan over had, dat was een soort leegstaand gebouw. En dat wordt echt door de gemeente Beveren opgezet, ook als een soort, om dat dorpje Prosper, gewoon weer een vorm van zoen te geven.
Dus ze zijn er wel mee bezig. Alleen dat is niet ons feestje. Dat is het feestje van die regio. En die zijn er zelf heel actief mee bezig. Maar dat is net als dat we met de provincie Zeeland in dat Interreg-project komt de grote. Op het einde heb je veel grond over. Dan kan je voor heel veel geld afvoeren. Of ze maken er een belevingsheuvel van. Dus er komt een soort een piramide van Auschwitz van 30 meter hoog, orde grootte. En die wordt dan in het gebied neergelegd. Dus dan zijn ze van de overgebleven grond af. En dan zet je een paviljoentje op. Ja, even zwart-wit. En dan vervolgens heb je een recreatieheuvel. Op die manier proberen ze echt helemaal met die omgeving dat aspect mee te nemen. Dank jullie wel. Ik denk dat we het qua vragen even hierbij moeten laten. Dat we een vervolgstap maken in het programma. Dank je wel. Patrick, ik wist niet dat jij zo goed kan presenteren. Volgens mij ben je heel verbindend richting tussen de twee landen. Dus heel erg dank je wel daarvoor. Ja, jij zei nog iets over we willen met z'n allen leren. Toen jullie met elkaar aan het kennismaken waren, heb ik met de cameraman en zijn collega kennis gemaakt. En er wordt gefilmd op dit moment, zoals jullie zien, met een educatief doel. En dat vond ik eigenlijk wel leuk om even te melden. Misschien wisten jullie dat, maar ik wist het niet in ieder geval. Jouw collega, ik weet even zijn naam nu niet, maar die maakt... Stefan, vanuit STOA, gaat ook beelden samenvoegen juist met een educatief doel. Ook richting de toekomst, als het Living Lab living wordt, zal hij vaker filmen met een educatief doel. Waardoor leerlingen ook dingen kunnen vinden of dingen ook visueel worden. Dus met dat doel wordt er volgens mij vandaag ook gefilmd. Dat is wel fijn om te weten, ook voor iedereen.